Welkom bij het Wiekjournaal, bij het Wichterste Nijs van Provincie Friesland. Het provinciale core business verzorgen Wazi op verskate plakken in Ljouwert, onder oren het provinciehuis en winkelcentrum in Ceylon, een Christconcert. Arno Brok is door provinciale steden aanbevelen als nieuwe commissaris van de koning in Friesland. Brok, de burgemeester van Dordrecht, begint in het nieuwe jaar. Aan de N53, oftewel de Snitserdiek, wordt werken aan een betere veiligheid. Zo'n verliende wieken binnen de boden aan te treffen die wijzen op de regels. Nu bij Vrijbaan, Rikst Vlocht, over het werk aan Drachterwei en omjouwing. Volg je het op de website of via de social media. Dit is het laatste journaal van 2016. Een lied hier brachten we alle weken het nijs op deze wijze. Wat vond je ervan? Volg je de poll in op Twitter en Facebook. Dat wie het van deze week. Noffelijke dagen en een zoen 2016.